Dames en heertjes, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe quiz. Dit is eigenlijk niet echt een quiz. Nee. Nee, we gaan vandaag even creatief zijn. Maar ik zie je toch wel als de creatieve mastermind. Ja, jij zo van via jij van social media. Zeker, zeker. Bij de stroopwissel, hè. Stroopmannetje, dat is helemaal onze creatie. Wat we vandaag gaan doen, ik heb dingen opgeschreven en die moeten jullie tekenen binnen 30 seconden. En de tekening die het best gelukt is, die krijgt een punt. Oh. De winnaar... Mr. Muscle. Oh, citroensmaak. Zo, dat is perfect. Ja, moet je eens proeven, is echt lekker. Ja, lievelings. Oké, okay, ben je klaar voor de eerste? Ja, die moeten tekenen. 30 seconden, wacht, ik pak even de timer erbij. En voor de mensen thuis, we hebben eigenlijk niet echt middelen, want we hebben geen kleuren. Dus als hij direct tekenen vissen komt, hebben we geen groene stift of zo. Nee. Nee, als vissen komt is ook niet groen, maar wit. Als de naam komt, moet je meteen beginnen, oké? Ja, 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 ja. 3, 2, 1. Oh. Ja. Ons Guus, ons Meeuw. Dan wil ik even laten weten dat er nu op dit moment 10 seconden voorbij zijn. Jullie hebben nog 20 seconden om Guus en Meeuw te tekenen. Nog 10 seconden. En dan moeten de stiften neergelegd worden. Ga aftellen van 5, 4, 3, nou, klaar. 2, 1. Ja! Leg maar neer. Oké, Matt, ruim om met de camera. Toet! Kedenkedenk, ja. Kedenkedenk, heb je het biertje? Ja, goed. Ik heb hem wat meer gewoon op de persoon zelf gehouden. Guus. Ja, dat is Guus. Nou, even kijken. Nou, ik moet zeggen dat ze allebei Nou, niet onaardig hoor. Hij heeft wel een rondige bril aan de onderkant. Ja, heb ik ook. Ja, heb ik daar. Ik heb een vierkante bril. Ja, een vierkant brilletje. Nee, hij heeft wel weer kedenkedenk. Ja. Oh. Maar hij heeft gewoon muzieknoot. Milo, puntje. Ja. Ah. Ja. Oké, zijn we klaar voor de volgende? 3, 2, 1. Ja, in 30 seconden voor een boom. Heb je even tijd, maar je hebt natuurlijk geen kleurtje. Er zijn verschillende soorten bomen die je kan maken. Appelboom, perenboom, Jeroen van de Boom. 3, 2, 1, stop de tijd. Wat er aan mijn ja, ik ben gegaan voor Jeroen van de Boom. Uiteindelijk juist. We are going, je bent zo Louis. Ja, heel leuk. Ja, best een boom. Ik heb gewoon puur artsiek echt gewoon mijn beste boom getekend. Gewoon. Ja, oké, okay, jij punt. Jeroen van de Boom, echt goed. Ja, Jeroen van de Boom, echt leuk. Zijn we klaar voor de volgende? Ja hoor. In 3. Twee. We are going on a summer holiday. Oh. Ja. Oh, dit is een beetje heel raar. Heel benieuwd naar deze tekening. De spanning is aan om te snijden. Rob en Raoul, het superduo. Kleine broertjes worden groot. Man, wat gaat de tijd hard. Het is niet te geloven. Stiften neer! Milo, laat jij eerst maar even zien, jongen. En je hebt gewoon een vrij accurate representatie. Zijn er vooral de worstenbroodjearmpjes? Ja, goed. Baard. Ja, baard. Dik. En ja. Hier, Bobby. De wang. Details. Details. Goed, hoor. Dat was het eigenlijk. Ja. Nou, ik ben meer gaan voor deze. voor de hobbyisten. Wie is dat later maar in het midden, maar... Nee, maar ik hou niet van s***ing veel Ger. Milo, puntje. Yes! Zijn jullie klaar voor de volgende? Ja hoor. Ja, wat ga je tekenen? Ik heb één foto erachter en dat moet het wel zijn. Er zijn natuurlijk meerdere opties die je kan tekenen. Maar de foto die hierna komt, die moet het echt zijn. 3, 2, 1 en leg de stiften neer alsjeblieft! Matty, laat maar zien! Wat heb jij getekend? Wat is dit? Is Natasja Brogen? Hij zegt tegen mij, wat heb jij getekend? En hij komt met dit aan. Wel een tongetje? Ja, ze had het gewoon warm zo. Oké, okay, laat maar even zien, Milo. Ja. Natasja Vroeger. Ja, maar dit kan gewoon niet. Een kleine verwijzing naar de auto. Jezus, en die borst hangen ook laag. Ja, op onze auto. Ja, he. Daar is over nagedacht. Allebei geen punt. Oké, okay, de volgende. Ik zie jullie toch wel nadenken en denk van, wat moet ik nou tekenen? Een vogel of aanvogel? Anti-vaginale schimmelinfectie. Zooi. Milo, laat maar even zien wat jij hebt getekend. Nou, dit is een vogel. Dit is een vogel. Een eend. Nee. Dit is een eend. Oh, een eend is geen vogel. Niet in mijn ogen. Een eend is geen vogel, dames en heren. Doe de vogel. Doe. Snap je die? Kun je die even doen? Doe de vogel. Sta je armen. Nee, Matt, heel goed. Uitstekend. Puntje voor Matt. Zijn we klaar voor de volgende? In 3, 2, 1. We tekenen hier Milo, de Milo-meister. Ja, of een andere Milo, maar ik zou toch voor de Milo-meister gaan. Even kijken wat voor origineel ze hier kunnen bedenken. Misschien met een leuke toevoeging eraan. In de vorm van een vrouwelijk geslacht. Dat zou eventueel kunnen. En stop! Matty, laat maar even zien. Deze stroopslurpende Michiel Kruis. Ja, dus, ja, goed. Heel mooi hoor. Is goed, hè? Ja, haar ook. Milo, wat heb jij getekend? Ik heb dit getekend. Ik vind dit iets meer lijken. Je bent wel ripped, hè? Ja, je buik even in de camera. Buikie? Ja, met jullie man. Koekie! Puntje. Puntje van mij. Ja, dank je. Maar Matt, ik moet zeggen, wel mooi.
Klaar voor de volgende? Ja. Daar gaan we dan. Dat is een idee. Het bankzitters logo. En probeer hem gewoon zo goed mogelijk na te tekenen. Dit gaat gewoon om hoe goed het eruit ziet. Het valt me trouwens om dat jullie allebei louter paardje aan hebben. Ja. God, Sam, wat gaat het goed bij de bankzitters, hè? Stop de tijd. Martin, laat maar zien, jongen. Ik moest kotsen toen ik aan het lelijke logo dacht. Dus... Ja, ja. Ja, nou, best aardig. Ja. Milo, ja. Puntje voor jou. Ja, goed gedaan. Uitstekend gedaan. Uitstekend. Oké, de laatste is 3 punten en ik geef je ook een minuut om te tekenen. Oké. Want deze wil ook dat er goed uitziet. Dat is de laatste. Okay. Volgens mij wel, ja. Hier heb je een minuut voor. Ja, echt, ik wil gewoon zo mooi mogelijk, ook omdat het gewoon herinneringen is aan iedereen. Ik denk dat we allemaal weten welke foto het is. Mark en Matthijs. Nee, Mark en Matthijs. Zijn we er klaar voor? Ja. In 3, 2, 1. Oh, Casa del Huts. Ik wil de mooiste mogelijke tekening van Casa del Huts. Godzame, zijn jullie lekker aan het tekenen. Okay, op dit moment zitten we op 40 seconden. Oh, ik zie Matt wel even rustig losgaan hier. Hier zijn een paar jeroentjes aan het tekenen, zie ik. Hoe zit het ermee? Denk je dat jullie bijna klaar zijn? Zo is het gewonnen. Ja, zijn jullie klaar? Ik ben heel benieuwd naar de kunstwerken. En dus, wie er vandoor gaat met de... Ja, even de stand in de achterhoofd houden. Dit is dan de beslissende ronde. Ja, beslissende ronde. Het eerste ziet er zo uit natuurlijk. Ja. Ah, ja nou. Zie je meteen. Ja, nou Matt, laat maar zien. Kijk, als je er zeker over bent. Nou, maar die boom rechts, zie je die boom rechts? Ja. Die staat uit en die schoorsteen, hè? Dan zie je ook een boom links. En ik zie een rondje naast je huis, wat is dat? Dat is een bal van voetbal. Een bal van voetbal? Ja. En twee hoofden uit de ramen? Ja, dat zijn wij niet, want wij zitten hier nu. Ja, dus dat zou Rob en Roel wel zijn. Milo, al onze hoofd is bij jou gevestigd. Ja, ja, ja. Kijk, zo. Kijk. Ja. Huts. Hier, en opnemen. Hier, cameraatje op het statiefje. Ja, en lekker filmen. Jij bent er weer niet bij, zo te zien. Nee, en nog iemand niet. Dat mogen jullie zelf uitzoeken. Okay. Maar wie zijn dit? Nee, dat zegt een kunst. Ja, dat zeg het. Oké, dit zijn, zoals kijken. Dit is heel klein, dus dat is Rob. Die, dat is groot, dat ben jij. Dat ben ik natuurlijk, ja. Ja, ja, en die heel de camera uit te slopen staat, dat zou Koen wel zijn dan. Dit is Koen. Ja, dat is Koen, ja. En Matt en Rol zijn binnen aan het... Ja, een beetje het betere pijpwerk. Wat f***ing lelijk. Ik dacht dat even hier wel een soort van in de buurt van dit zou komen. Dat is echt totaal niet... Ja, als je hem voor je houdt, dan kunnen we het proberen. Wil je nog even één keer proberen zo te tekenen? Ja, tuurlijk. Easy. Laat maar, zet maar dit bij die laptop. Ik ben benieuwd of er iets uitkomt. Oké, nou, we gaan het zien. Ja. A few moments later. Jezus, ik zie het toch wel wat ontstaan met Milo. Dat was schitterend te zien. Matt het mondje. Ja, niet alleen tijdens gamen, maar ook tijdens tekenen van... Tijdens toetsen maken vroeger ook altijd. Zijn je klaar? Nee, maar ik ben er klaar mee. Oké, nou, laat maar zien. Ik moet zeggen, het dak... Is aardig. Het dak lukt een soort van nog wel. Oh, heel mooi. En toen... Nou, maar best wel goed. Ja, die is ook mooi. Nou, jouw dak is echt wel mooier dan jouw dak. Maar voor de rest heb jij niks. Dat is een beetje jammer. Ja, maar de tijd is op. Ik geef een punt aan... Milo. Ja. Ja, van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Nou, dan ben ik blij. De meeste massa gaat mee naar huis. Ja. Doe anders even een stukje spuiten. Ik doe het niet, maar ik heb gewonnen. Ik ga gewoon van mijn overwinning genieten, gewoon op een hele rustige manier. Dankjewel voor... Dankjewel, joh. Ik heb een laptop hier liggen. Hey, niet doen, hè? Bedankt voor het kijken en de groeten. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.